S.O. Creative Music, Westkruis Rotterdam 3014. Ik voel me nog steeds thuis, heb het over Westkruis. Ben er geboren en getogen, Westkruis. Mijn laf gaat never nooit de buurt uit, ook al ga ik de buurt uit. Westkruis 3014. Ik voel me nog steeds thuis, heb het over Westkruis. Ben er geboren en getogen, mijn laf gaat never nooit de buurt uit, ook al ga ik de buurt uit. Westkruis 3014. Opgegroeid in de buurt, wat zwart en wit gemixt is. Waar lullen met iemand anders broodje eigen dood is. Wat boys vandaag de dag op kleinsjacht. Waar ik vroeger op de straat speelde met voetbalglaatjes. Verstoppertje, of kusje trappetje, linkie FC, terwijl het niet eens wifi was. Iets langer buiten, blijven op een zomerdag. En was het voor zessen, wist je dat ik in Wenen was? De buurt van Wenen, de kazerne. Geen militairen in het internetcafé, maar half uur verlengen. We waren haast niet eens bezig met money stekken. Nu zie je schoten, wil de dag heel de buurt verkennen. Zoals ik al zei, ik voel me nog steeds thuis op kruis. Ook al ben ik al jaren de buurt uit. Zoals ik al zei, ik voel me nog steeds thuis op kruis. Ook al ben ik jaren de buurt uit. Ik voel me nog steeds thuis, heb het over Westkruis. Ben er geboren en getogen, mijn laf gaat never nooit de buurt uit, ook al ga ik de buurt uit. Westkruis 3014. Ik voel me nog steeds thuis, heb het over Westkruis. Ben er geboren en getogen, mijn laf gaat never nooit de buurt uit, ook al ga ik de buurt uit. Westkruis 3014. Ik voel me nog steeds thuis, heb het over Westkruis. Ben er geboren en getogen, mijn laf gaat never nooit de buurt uit, ook al ga ik de buurt uit. Westkruis 3014. Ik voel me nog steeds thuis, heb het over Westkruis. Ben er geboren en getogen, mijn laf gaat never nooit de buurt uit, ook al ga ik de buurt uit. Westkruis 3014. S.O. de president nog steeds, Creative Music. Een meisje van 15, de moeder zei blijf hier. Op een dag was ze vermist, niemand had haar gezien. Kwam weer thuis, veel problemen, wou eigenlijk niet meer leven. De lijfenspelcomputer waar ze net van mee wou spelen. Hoop problemen met de paps, de telly werd afgepakt. Op den duur had ze met niemand meer contact. Wist niet waar ze was beland, was nog maagd, al geen seks, dus die gozer had haar verkracht. Ze zei het te vaak, kan niet meer normaal over straat. Reden was dat ze voor hem naar politie was gegaan, een betere situatie. Waar ze op hoopte, ook al de social media werd door de ouders gesloten. Ze had pijn en verdriet, was ze gebroken. Toen ik haar verhalen hoorde, kon ik het niet geloven. Het is al een paar jaren verder, maar waarom moest het zo lopen? En tot de dag van vandaag heb ik haar niet meer gesproken.